Hallo allemaal, Jan Paparazzi. Ik sta hier verdekt opgesteld in het pand van de winnaar van de Marconi Award voor beste radiozender 2021. Ik ga die winnaar, NPO Radio 5, de baas daarvan, zometeen met dit heugelijke nieuws feliciteren. Hij weet van niks, hij zit in een vergadering, ik ga hem overvallen en ik ben heel benieuwd hoe hij reageert. Peter! Hey, Jan! Jan Paparazzi. Jezus, wat is dit? Met een cameraploeg, want ik wilde toch eens bij jou langskomen. Welkom. Dankjewel, om te praten over mijn salaris voor de weekendborrel. Ja, vijf. Nee, ik ben te gekkigheid natuurlijk. Ik kom voor iets anders. Het heeft de jury van de Marconi Awards behaagd om NPO Radio 5 uit te roepen tot winnaar van de Marconi Award voor beste radiozender van 2021. Yes. Jongens, van harte gefeliciteerd. Nou, van harte gefeliciteerd. Ook jij. Dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, 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 wat een feest. NPO Radio 5 heeft zich ontpopt tot een enorme kwaliteitszender. En dat heeft ook de luisteraar gezien en met name gehoord. Het gebrek aan een FM-frequentie maakt de enorme stijging in marktaandeel een knappe prestatie. En daarmee is de bekroning met de Marconi Award meer dan dik verdiend. Ja, ja, ik wil de jury ontzettend bedanken voor de lovende woorden die worden gesproken voor dit prachtige station. Ik dank Jurre Bosman en alles en iedereen bij de NPO voor het vertrouwen dat is geschonken aan de makers en ook aan mij om her en der wat veranderingen aan te brengen die enorm hebben bijgedragen aan het succes, wat overigens nog niet is of afgelopen. Dus jullie gaan nog van ons horen. Hartelijk dank. Wow. Hoi. Proost. Ja, en daar zit hij in de zaal. De winnaar van de Marconi Award voor beste zender, Peter de Vries van NPO Radio 5.